Activist Stefano Pakitou Biervliet is gisteren door het Hof van Justitie op vrije voeten gesteld. De raadsleden van Pakitou gingen vorige week in hoger beroep nadat een verzoek tot invrijheidstelling was afgewezen. Biervliet werd op 18 februari in verzekering gesteld omdat hij werd aangewerkt als medeverantwoordelijke van de escalatie die tot rellen heeft geleid. Bij zijn vrijlating gisteravond wenste hij alle ondernemers die verlies hebben geleden kracht toe. Dat is nooit mijn intentie geweest. Plunderingen, diefstal zit niet in mijn systeem. Tussen de 7 en 8 jaren heb ik altijd vreedzame protesten georganiseerd en zo gaat het altijd blijven. De bedoeling van de protestacties is meer een boodschap en een signaal te geven aan de regeermakers, zoals de heer, de president van Suriname en de VP, meer bekend als Santokki en Ronnie Brunswijk. Wij gaan door met strijden. Ik ben natuurlijk het stem van het volk. Ik ga altijd de stem van het volk zijn. Aan alle activisten die mij hebben ondersteund toen ik in de bak was, zoals Curtis Hofwijks, Brian Boeleider, Maisha Nieuws, Organic Movement en alle andere activisten ook. Al is het Cibrano Piqué waarmee ik niet op één lijn was samen. Alle mensen die hebben geplunderd en die in een cel zijn nu, wil ik vragen, waarom hebben jullie dit gedaan? Wie heeft jullie gestuurd? Pakitou benadrukt dat hij zal blijven strijden voor land en volk, vooral als hij geen verandering ziet in het beleid. De activist vraagt zich af hoe de regering de vele problemen zal oplossen en zegt open te staan voor een dialoog met de president. Onder één voorwaarde dat alle mediasectoren in Suriname live moeten gaan doordat de president en de Surinamers op de hoogte moeten zijn waarover we praten. Ik doe geen dingen achter gesloten deuren. Geld heb ik niet nodig, posten heb ik niet nodig. Ik wil alleen dat het goed gaat met Suriname, de bewoners en de bevolkingsgroepen in Suriname. In elke sector, de ondernemers, de leerkrachten en alle andere ambtenaren, voor hun kom ik op. Biervliet zegt dat de chauffeur van de soundtruck en een bijrijder nog steeds zijn opgesloten. Hij benadrukt dat hij voor hen zal opkomen omdat ze onterecht vastzitten.